eerder dit seizoen in Waalwijk met 4-1. Roda JC RKC met commentaar van Philip Koken. Metai. Die paas is iets te kort. Jansen zit ertussen. De kans voor De Lorge die goed zijn lichaam gebruikt. Maar Levita komt ook uitstekend uit zijn goal. De foul. De Lorge wordt opgejaagd. Dat leidt tot balverlies. Benschop. Benschop. Zo, die zit er goed in. 1-0 voor RKC. Een fout van De Lorge, maar zo zien we er tientallen per wedstrijd. Alleen De Lorge heeft nu de pech dat Benschop het even later heel knap afrondt. En Benschop rechtvaardigt hier de keuze van AZ voor hem. Want volgend seizoen is hij in Alkmaar te bewonderen. Jansen. Roda heeft het balbezit. RKC de voorsprong. En daar is een kopbal van De Lorge. Vormer. De kopbal van Sijs belandt uiteindelijk op de lat. Meteen in de tegenaanval. Boerrichter. Boerrichter legt hem voor zijn linker. En dat is ook een knap gevaarlijk schot. Sijs komt hier los van zijn man. En dit is een knappe redding op de lijn nog van Hans Mulder. Sijs zoekt daar Skoboe. En het is 1-1. Eindelijk scoort hij weer eens na een half jaar droog te hebben gestaan. De bal van Sijs is eindeloos lang onderweg. Dusli Mulder zit ernaast en Levita had natuurlijk zijn goal uit moeten komen. De Jong. 1-2 met Bodor. Voorzet van De Jong. Bijna ingetikt door Jonker. De Lorge komt er net niet aan door het toedoen van Metai. Bodor. Voorzet richting De Lorge. De bal wordt van richting veranderd. En het is 2-1 voor Roda JC. Maar wie maakt hem uiteindelijk? Nou, Skoboe lijkt hem te raken. Maar dat geldt zeker ook voor Colin, de verdediger. Maar het doelpunt wordt uiteindelijk gegeven aan Skoboe. Daar duikt Skoboe eens op voor Levita. En nu knalt hij hem over. Bodor. Bedekt door Hans Mulder. Listig paasje, mooi steekpaasje op De Jong. En die bal gaat dan nog over via een ploeggenoot notabene, via Jonker. Ruim een uur gespeeld. Roda is veel beter. Jansen. Die schiet maar eens. Levita krijgt hem niet onder controle. En dan is daar natuurlijk Jonker voor de 3-1. En de wedstrijd is beslist. Een keepersfout natuurlijk van Levita. Maar je moet er maar weer staan. Zoals Jonker er bijna dit seizoen altijd staat. Balverlies. Skoboe legt hem weer terug. Skoboe schiet maar eens. En Levita krijgt hem niet onder controle. En daar is opnieuw een treffer van Jonker. En dit is al voor hem nummer 16 van het seizoen. Het is zowel een bar slechte wedstrijd voor die doelman van RKC, die de afgelopen maanden toch zo'n goede indruk heeft gemaakt. Jansen, De Lorge snijdt ineens naar binnen. De Lorge en een schot van Bodor.
Nota bene, deze keer met zijn rechter. Vormer. Mooie paas richting Jansen. Levita heeft de bal weer niet. En daar is de derde treffer voor Jonker. Een heuse hattrick voor de topschutter van Rode JC. 5-1. Ja, en omdat Jansen die bal helemaal mist, komt uiteindelijk nog gunstig terecht voor Jonker. Benschop. Colling. Boerrichter, ook al omdat De Jong uitglijdt. En dan heeft RKC hier ook nog eens een keertje pech. Dat kan er ook nog wel bij. Roda JC gaat in feeststemming hard op weg naar het linkerrijtje. En RKC leidt zijn 12e nederlaag op rij en is niet meer te redden. Ja, het wordt gewoon een heel moeilijk verhaal, dat is wel gebleken. En dat, maar goed, nogmaals, we willen die 4 wedstrijden met dezelfde insteek zo goed mogelijk ingaan en trachten te winnen. Je moet eerlijk zijn, je weet dat het sowieso een lastig verhaal ging worden. En ja, dat je vandaag eigenlijk moest winnen om de hoop nog een beetje in te houden. En nu, ja, nu moet je geloof ik 4 keer winnen, mag weer een 2 niks meer winnen. Dus ja, opgeven mag je het niet, maar dat het nog lastiger wordt, dat is duidelijk. Mag ik zeggen dat het niet de moeilijkste treffers waren vanavond? Nee, zeker niet. En er zijn ook wel heel veel van die 17 dat niet de moeilijkste is. Maar goed, je moet ook wel staan. Dat is ook toch op een gegeven moment een kwaliteit. Als je 17 keer op de juiste plek staan, dat is ook niet meer alleen toeval. Maar goed, die vanavond was wel heel makkelijk. En ik denk dat iedereen gemaakt heeft. Dus, maar ja, ze tellen net zoveel.